En goedendag. Weer live vanuit het bejaardencentrum Toosthem hierom. Vandaag in het zwart, omdat er is vandaag iemand overleden hier. Ja, dat gebeurt wel eens in zo'n bejaardencentrum. Krijg je dat wel eens. Dus als je denkt van, goh, wat stinkt het hier? Dan is er misschien wat mis bij jezelf thuis. Want door zo'n camera kan je namelijk niks ruiken. Haha. Vandaag ga ik ook een klassieke doen, eigenlijk. En daar ga ik maar eens even mee beginnen. Want, van de week zat ik ergens op het terras en toen had ik toevallig weer over vroeg op stap gaan. En schijnbaar doet nog steeds niet iedereen die het wil, doet dat. Waarom, dat snap ik nog steeds niet. Maar daar heb ik destijds een keer, toen het echt nog een hot item was, een blog over geschreven. En die ga ik nou eens even gewoon voordragen weer voor die webcam. Lijkt me leuk. Ik kreeg destijds dus een privébericht op mijn huis. En er werd gevraagd of ik een petitie wilde tekenen tegen het Vroeg op Stap initiatief van die twee bezorgde Friese moeders. Nou ja, dat heb ik uiteraard gedaan. Ja, waarom? Omdat ik nogal egoïstisch ben en mijn manier van leven graag wil behouden. Bovendien is het Vroeg op Stap initiatief gewoon puur om verkeerde redenen in het leven geroepen. Ik bedoel, er worden allemaal dingen geroepen door moeders, door die moeders, dat de jongeren van tegenwoordig al op vroege leeftijd aan alcohol gaan, op vroege leeftijd uitgaan en dat het allemaal zo laat moet gebeuren. Dat is volgens hun niet de levensstijl die goed is voor hun kinderen, want ze krijgen te weinig slaap en ze kunnen hun dag niet meer nuttig besteden. Dat soort dingen worden dan geroepen. Een oplossing is nog steeds, geloof ik, vroeg de kroegen sluiten. Want de horecaondernemers die zijn verantwoordelijk voor deze slechte levensstijl met hun late sluitingstijden, volgens hun. Maar volgens mij heb ik dan iets gemist. Want volgens mij is dat nou eens niet zo. En ik heb al eerder wat laten doorschemeren van dat ouders van tegenwoordig vinden het schijnbaar niet meer hun voornaamste taak om de kinderen zelf op te voeden. Ze vinden dat allerlei andere instanties en andere mensen er maar wat verantwoordelijkheid voor moeten nemen, voor hun opvoeding, van hun kind. Dat is toch naar mij niet helemaal de juiste manier. Ik bedoel, waar denk je dat een kind het idee krijgt van alcohol drinken? Vast niet van papa die bij elke voetbalwedstrijd op tv 4 biertjes achterover tikt en bij de derde helft van zijn zoon hetzelfde doet. En in het weekend bij het eten ook weer die 4 biertjes gebruikt om het eten weg te spoelen. Natuurlijk ook niet van mama die elk weekend bij het eten een fles wijn leeg drinkt. En bij haar soaps ook niet vies is van een glaasje of twee. En wat dacht je van verjaardagen, kerstmis en oud en nieuw wanneer hun kinderen hun ouders op zijn minst aangeschoten zien? Nee, ze komen niet echt in contact met alcohol bij hun thuis. Nu, dat komt alleen maar door reclames op tv, slecht controlerende winkeliers en horecaondernemers die alleen maar uit zijn om winst maken. Ook kunnen de ouders er niets aan doen dat ze uitgaan. Ik bedoel, als ouder kun je ze niet tegenhouden natuurlijk. Stel je voor dat je ze gewoon in huis houdt 's avonds in het weekend. Dat zou echt een wonder. Dat zou echt een wonder zijn. Als je dat als ouder gewoon kon eisen van je kind van 15 jaar, dan hoef je je ook geen zorgen meer te maken als je kind naar vrienden of vriendinnen gaat. Want dan kunnen die ouders natuurlijk ook gewoon eisen dat ze binnen blijven. Stel je voor dat je dat gewoon van je 15-jarige kind kon eisen. Maar helaas kan dat niet. Want je hebt helemaal niets te zeggen als ouder over je kind. Niets. Nee, het is allemaal de schuld van die horecaondernemers die met hun late sluitingstijden. Als die horecaondernemers nou gewoon vroeg dichtgaan en vroeger beginnen met hun feesten, dan is het allemaal opgelost. Als het namelijk vroeger begint, dan gaan hun kinderen niet meer aan het bier. Nee. Dan gaan ze niet meer bier drinken dat ze erbij neervallen. Coma suiker heet dat, geloof ik. Nee. En dan gaan ze allemaal aan de fristie en de koekjes. Echt waar. Dan komen ze niet
Dan kunnen ze echt niet om 2:30 stomdronken thuis in plaats van 4:30. Nee, dan zijn ze om 1:00 thuis met koekkruimels rond hun mond. En als ze er echt ruig aan toe gegaan, met fristy vlekken op hun shirts. Echt waar. Tenminste, als je gelooft in de Sesamstraat oplossingen. Ik persoonlijk doe dat niet echt. Of zeg ik nu iets heel raars? Heb ik iets gemist? Zie ik het verkeerd en vervoeg je de problemen niet alleen maar als je kinderen vroeg op stap gaan? En bovendien is het maar de vraag of een levensstijl echt wel zo slecht is. Ik bedoel, je gaat toch vroeg op stap? Van 12 tot 1 is toch echt het eerste uur van de dag? En vroeger kan het volgens mij niet. Maar goed, dat is voor ieder zich, maar volgens mij is zo'n 12 tot 1 het eerste uur van de dag. Hè? Bovendien is het best nuttig een zondag als ik begin met gezellig uitgaan met mijn vrienden tot een uurtje of 4. En dan de dag vervolg met 8 uurtjes slaap van 5 tot 1. Dan kan ik mooi aanschrijven bij de lunch en noem ik het gewoon een brunch. Prima toch? Kan ik daarna nog even een uurtje voor mezelf pakken om daarna van 4 tot 10 te werken bij een restaurant waar ik het avondeten nuttig. Ben ik mooi op tijd thuis voor een uurtje voor mezelf om dan wederom om 12 uur te gaan slapen. En als ik nu optel, ben ik lekker vroeg op stap geweest. Met mijn vrienden uiteraard, dus mijn sociaal leven, hè, die is goed onderhouden. Ik heb voor mij gezonde 8 uur slapen gehad. Bovendien efficiënt met mijn tijd omgegaan. Ja, door ontbijt en lunch tegelijk te doen. Hè? Dat is slim van mij, dacht ik zo. Ik heb zelfs nog de tijd gehad voor mijn bijbaantje, waar ik mijn eigen geld heb verdiend. Ja, mijn eigen geld heb verdiend. En dan hoef ik niet bij papa of mama geld te vragen. Dat is ook handig. Ook hier ben ik efficiënt met mijn tijd omgegaan, omdat ik werk en eten heb gecombineerd, want ik heb avondeten op werk gehad. Nu heb ik dus ook de vereiste 3 maaltijden per dag gehad. Bij lunch bij elkaar en avondeten op werk, ideaal. En ik heb ook nog eens 2 uren voor mezelf overgehouden. Gewoon, ja, het oude hoer of zo, weet ik veel. Huiswerk doen, als je dat hebt. Ouders daarentegen hebben een veel minder nuttige dag. Die slapen van 12 tot 10. Dat is al 10 uur slaap, dus dat is al 2 uur verlies op mijn dag. Dan om 11 uur gaan ontbijten en daarna om 1 uur gaan lunchen. Hebben ze 3 uur waarin ze eigenlijk alleen maar bezig zijn met eten. Heb ik alweer 2 uur winst, dat is al 4 bij elkaar. Dan gaan ze van 2 tot 6 een beetje nutteloos achter de computer zitten, puzzels maken of helemaal nutteloos lekker een stukje gaan wandelen. Daar heb je helemaal niks aan. Om daarna van 8 of van 6 tot 9, van 6 tot 7 uitgebreid te staan koken. Het eerste nuttige ding van een dag. Jammer alleen dat het een voorbereiding is op weer nutteloos bezig. Zijn namelijk voetbal kijken. Hè? Om 7 uur gaan kijken de meeste mensen voetbal tot 8:30. Om daarna een zondagavondfilm te gaan kijken. Het is zondag, dus we moeten weer vroeg naar bed gaan. En dus slapen ze weer van 10 tot 7 de volgende dag. Dat is weer 9 uur slaap. Bovendien is de film niet afgekeken, dus was het ook weer een nutteloze bezigheid. Dus dat is toch vrij nutteloos dan. Dus zoals ik al zei, ben ik wat egoïstisch geweest, dat wel. En heb ik de petitie toch getekend tegen het vroeg op stap gaan. Want ja, anders kan ik niet meer voor die leuke horecaondernemer werken, mijn sociale leven onderhouden, mijn vriendschap vergroten, mijn vriendengroep vergroten. En zou ik veel te veel slapen, tv kijken, achter die computer zitten. En een leven met weinig vrienden en geen tijd om sociaal leven op te bouwen, waarin ik altijd zonder geld achter de tv en computer zit, lijkt me ook niet echt een leuk leven. Bovendien zal ik dan ook zonder een droom en doel in mijn leven zitten. Tel erbij op dat de reden van het starten van het vroeg op stap puur en gewoon nutteloos tijdverdrijf is. En dat het bedacht is op een maandagavond tijdens een soap onder een genot van een fles wijn door 2 moeders die het goede voorbeeld aan het geven waren. Kan ik alleen maar concluderen dat ik een goede daad heb verricht. Dacht ik zo. Dus dat was mijn gouden ouwe. Ik zie dat ik alweer 9 minuten heb, dus ik moet nu snel afsluiten, anders kan het niet op YouTube.